In de moskee in Harderwijk is het, zoals altijd, druk tijdens het vrijdagmiddaggebed. Ook hier merken ze dat de recente ontwikkelingen een stempel drukken op de Turkse gemeenschap. Ja, mensen kijken best wel anders naar ons. Heel veel mensen zullen er ook zijn die ons daar ook verantwoordelijk voor aanzien. Maar wij adviseren juist de mensen niet zo te kijken, geen vooroordelen te hebben. Stap naar binnen en praat met ons. Normaal gesproken zie je op vrijdagmiddag veel militairen die naar huis terugkeren van de kazerne. Maar nu niet. Op advies van het ministerie van Defensie dragen veel soldaten geen uniform tijdens het reizen. Defensie die wil voorzorgsmaatregelen nemen. Voordat stel er gebeurt wat, dan zijn hun verantwoordelijk daarvoor. En gewoon ook voor onszelf natuurlijk. Ja, ik snap wel dat ze het zeggen, want dat is natuurlijk dreiging. Maar ik vond het ook wel een beetje overdreven. Eigenlijk, want ja, zoveel gebeurt er meestal niet in Nederland. Al die angst is dan ook zwaar overdreven volgens Leon Wekker van de Radboud Universiteit. De kans dat u zich in Arnhem of in Nijmegen te pletten rijdt in het verkeer is 2 × 500.000 keer groter dan dat u ooit uw vinger tussen de deur krijgt als gevolg van een terroristische aanslag. Het angstgevoel wordt volgens Leon Wekker versterkt door de media. En daar doet niet alleen de Telegraaf aan mee, daar doen tal van media aan mee. Van journalisten die kennelijk of te luid, te dom of te partijdig zijn om echt kritisch te kijken wat er nou werkelijk aan de hand is. Laten we ons niet gek maken. Laten we samen zijn, de handen ineens slaan en ook begrip hebben voor elkaar. Want ja, met begrip begint alles, hè. Een beetje begrip tonen zet de toon van de muziek.